Sabrina, we gaan 3 voorstellingen de revue laten passeren. Weer heel gevarieerd, hè? De eerste, dat is een klucht. Maar die is ook al helaas uitverkocht. Toch wil je er nog even iets over vertellen? Ja, klopt. Jan van Eert komt weer naar het Muntheater met zijn nieuwe voorstelling De Bourbonfabriek. Hij kruipt weer in de huid van Harry Vermeulen. En ja, het zorgt weer voor heel veel hilariteit. Waar ook deze keer Johnny Kraaikamp junior in meespeelt. Er zijn nog een paar losse plaatsen. Dus mensen die het echt niet willen missen, wees er snel bij. Ze kunnen toch nog komen, dat is dus vrijdag 1 maart, hè, even voor duidelijkheid. Dan zondag 3 maart is het een muzikale aangelegenheid hier in het theater. En dat begint al 's middags. Wat is er dan allemaal te doen? Ja, klopt. Weer een nieuwe editie van de muziekmatinee. Deze keer is Young Ensemble te gast. Ze bestaan uit 8 blazers, een bassist en een slagwerker. En ze brengen eigenlijk een programma vol muziek rondom het thema oorlog. En voorafgaand aan de muziekmatinee is er ook weer het cultureel café Weert. Waarbij hetzelfde thema, dus oorlogen op literair gebied, historisch gebied, muzikaal gebied, maar ook beeldende kunst, als beeldende kunst, wordt uitgelegd eigenlijk. Moeten mensen zich dan ook van tevoren nog opgeven voor die lunch of voor dat muziekcafé? Of mensen die kaarten hebben, kunnen daarvoor gewoon terecht? De lunch is inbegrepen bij de kaarten voor de muziekmatinee, maar voor cultureel café is gewoon vrije inloop. Je mag gewoon gezellig komen. En dan woensdag 6 maart, ook een bekende titel eigenlijk, hè, na de film Kramer versus Kramer. Wat is dat voor een voorstelling? Ja, het is een toneelvoorstelling inderdaad naar de bekende film waar Meryl Streep en Dustin Hoffman in de hoofdrol speelden. En ja, ook dit toneelstuk heeft eigenlijk een sterrencast gekregen, want Pia Douwes en Rick Engelkes spelen de hoofdrol, het echtpaar Ted en Joanna. En ja, ze op een avond komt Ted thuis van werk en Joanna staat met haar koffers klaar. Want ze vertrekt en laat hem met hun zoontje eigenlijk achter. En ja, dat zorgt natuurlijk dat het hele leven op zijn kop komt te staan. En na een jaar hebben ze het eindelijk weer lekker op de rit. Maar dan staat Joanna weer voor de deur en eist ze de voogdij eigenlijk op. En ja, het is echt een hartverscheurend drama dat laat zien dat wanneer twee ouders vechten om een kind, ja, er eigenlijk gewoon alleen maar verliezers zijn.